fijn hoor. Vanavond staat het powerkoppel Beyoncé en Jay-Z in de Johan Cruijff Arena voor hun eerste Nederlandse show. Fans liggen al lange tijd in de rij voor het stadion en Igmar die zocht ze even op. Als mensen proberen in te halen, duwen, trekken, doen wat je moet doen om vooraan te komen. Dat gaat echt wel een struggle worden. Voor het eerst zijn Jay-Z en Beyoncé samen voor een show in Nederland. Voor fans een goede reden om de nachtrust op te geven en al vroeg voor de arena te gaan liggen. Jij staat het allerlangste wachten. Zeker waar, 7:45 gisterochtend. Het klinkt... Meen je toch niet serieus, hè? Ja, nee, even serieus. Het was ook echt nergens voor nodig uiteindelijk, maar het is wel echt zo. Ik vertrok uit Limburg om 4:00. Ik kwam hier aan om 7:00, zou ik zo zeggen. Dus ja, vanaf 7:00. 3:00 vannacht. Heb jij haar zover gekregen om vanaf 3:00 vannacht hier te staan? Ja, is wel nodig. 3:00 vannacht? Ja, je wilt toch vooraan staan? Ja, nou, dat staan jullie. Naar binnen rennen mag dus niet, maar aan Igmar de taak om de boulevard erin te houden bij de fans. Nou, zometeen gaan die hekken open. En dan? Dan is alles zwart en pas als je in die zaal bent, dan ben je weer buiten. Dus het is echt, je gaat alleen maar rennen, je moet doen wat je kan. Het is echt gewoon gaan. Je krijgt tijdstraf als je gaat rennen, heb ik gehoord. 10 seconden. Sinds wanneer? Ja, de beveiliging gaat je dan tegenhouden als je heel hard rent. Want dan kunnen die mensen achter ons eventjes normaal gaan doen. Ik hoop het. Dat het bekendste muzikale koppel in Nederland is, staat voor de grootste fans al maanden in de agenda. Jij gaat 2 keer naar deze tour. Ja, en waarschijnlijk ook 3 keer, want ik ga nog eens naar die van Keulen, omdat ik Coachella heb gemist. Maar dan ben je een echte fan, toch? Ja, ze is mijn babe. Ze is mijn babe. Ja, ja, ja. Ze is echt mijn babe. Je bent de eerste rustige Beyoncé-fan. Vind je? Wacht maar tot ze op stage komt, dan ga je helemaal los hoor. Ga je los? Ja, ja, krijzen, huilen, alles. Het, Maar wat, want je gaat dus vandaag erin, maar morgen is dan dezelfde show, toch? Bij Beyoncé, dat moet je weten, is nooit dezelfde show. Dat Jay en B er samen staan, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar de fans komen toch vooral voor... Beyoncé. Ja? Beyoncé. Kom je voor Beyoncé of Jay-Z? Komt er iemand überhaupt wel voor Jay-Z? In Amsterdam, voor wie komen jullie? Ja hoor, daar ging die eerst, of niet? Dat ging niet. Oh, ging niet. Wat spannend! Dan heb je 36 uur gewacht. Oh. Ongelukkig kan ze nu op je benen staan. Ja, waar ga je dan naar de wc? Nou, het is wel leuk. Ze hadden campingbedjes mee en stoelen en eten en drinken. Ja. En dan wisselden ze elkaar af. Dus dan houdt iemand de plek voor je bezet. Ja. Oh, handig. Ja, een beetje groepjes en zo. Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan, maar het was heel leuk. Wat maakt deze show nou zo ontzettend bijzonder? Dat iedereen er zo graag bij wil zijn? Nou ja, ten eerste natuurlijk 2 van de grootste showbiz-sterren van het moment. Beyoncé en Jay-Z samen, koppel. Ja, maar niemand komt voor Jay-Z, hoor ik net. Nee, maar hun samen is natuurlijk wel weer... Leuk dat hij erbij is. Ja. 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 Ja, ze zijn samen 1 miljard waard, is vandaag naar buiten gekomen. Dus om even aan te geven hoe groot en hoe belangrijk ze zijn. Zijn 190 miljoen dan? Ja, ik denk dat zij het grootste gedeelte hebben. Dat denk ik ook. En daarbij, het concert van vanavond, ik schrok daar een beetje van. Is niet uitverkocht. Nee, niet wat? Nee, we kunnen nog gaan. Je kan nog gaan. Ik kan gewoon nog begint over... Oké, doei. Nee, maar even serieus. Nee, het is niet uitverkocht. Maar ik zag kaartjes voor 250 voorbij komen op Instagram. Ja. En zo, gewoon mensen die dat doorverkopen. Ja, dat zijn dan die veldplaatsen beneden. Maar je kan er gewoon nog heen als je wilt. Maar hoe kan dat het dan niet is uitverkocht? Want iedereen hypt het echt alsof het echt de show van het jaar is. Ja, goede vraag. Ja, misschien is dat ook wel een truc, hè? Natuurlijk, die hele marketing. Ja. Daar zijn ze juist zo goed in. Ja. Ze hebben onlangs in het Louvre ook een clip opgenomen. Hoe bijzonder is dat je daar überhaupt mag filmen? Heel bijzonder. Nieuw album uit. Er staan echt wat goede nummers op. En ze hebben een clip opgenomen in het Louvre. Dat komt een beetje omdat ze natuurlijk, hoe exclusief... Er is volgens mij geen exclusieve showbiz-koppel. Maar zij komen daar heel vaak. En ze zijn fan van het Louvre. En toen waren de leiders van het Louvre snel om. En die hadden zoiets van, je mag hier een clip opnemen. En ik moet zeggen, het is een hele bijzondere clip. Want er komt heel veel uit de kunstgeschiedenis naar voren. En daar steken ze ook een beetje de draak mee. Dus leuk. Ga die een keer kijken. Jij kent ze heel goed, hè, Mark? Nee, ik heb haar een keer in het Okura in het zwembad gehad. Zij logeerde daar en ik had geen idee wie ze was. Oh? En hij was met Blue Ivy aan het spelen. Ik was aan het zwemmen en mijn baantjes aan het trekken in de sportclub daar. En zij kwam met haar dochtertje. Even langs zwemmen. Jeetje, langs zwemmen en ik heb even gepraat. En ik had het echt niet in de gaten, pas toen ik naar boven liep. Maar is dat allemaal, is dat zo, vind je dat zo? Maar je heb kan je nog er gaan. Bij TMF nooit? Nee, ik heb er bij TMF nee, was nee, de naam haar toen interview. Dat was echt, daar ben ik nog steeds niet overheen. Maar je kan nog, zwemmen. Hè? Vanavond? Ja, nee, ik weet wat ik ga doen. Ik denk echt dat ze gaan. Nee. Gaan ze zo meteen ook, want eigenlijk kennen we natuurlijk alle nummers van Beyoncé en van Jay-Z. Ja. In Nederland wat minder, moeten we eerlijk toegeven. Gaan ze dan wel van het nieuwe album veel laten horen? Ja, de setlist is al een beetje uitgelekt. Je weet het natuurlijk nooit zeker. Maar als het goed is, naar de verwachting gaan ze heel veel nieuwe nummers doen. Dus gaat veel nieuwe werk op. En je ziet Beyoncé ook naakt, hè, tijdens het concert op de beeld, op de achtergrond. Oh, kind. Je moet gaan. Dit was hem, Mercia Boulevard. Tot morgen. Dat is al weg.